Hoi, je kijkt naar een gloednieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we Among Us spelen, maar dan in Roblox. En het is een obby. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn twee favoriete dingen. Samengesmolten. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Maar allereerst heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Ik ben heel erg benieuwd van deze twee ballenbakballen. Welke vind je het allerleukste? Als je zoiets hebt van, roze is mijn favoriet. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, ik vind groen veel leuker. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan meteen beginnen met het spel. Oké, we zitten in... Oh my goodness. Het is zo schattig. Ik vind het geweldig. Jongens, oké, jullie hebben natuurlijk wel Among Us gezien. En je weet ongeveer hoe zo'n poppetje eruit ziet. En kijk nou. Hij is helemaal in 3D met een klein rugtasje en zo. Ik vind het te cute. Hey, deze is geel. Ik wil ook een geel poppetje zijn. Of misschien zelfs roze. Een roze pakje. Oh, die moet je natuurlijk weer kopen. Wat gebeurt er als je dat doet? Ik ben wel benieuwd. Huh? Ik heb hem niet eens aan. Nou ja, zeg. Heb ik nu gewoon mijn geld voor niks uitgegeven? Staat helemaal nergens op. Maar dat maakt niet uit. We zijn echt een super schattig, waggelend klein astronautje van Among Us. Kijk dit nou. Wow. Ah! Oké, ik dacht oprecht dat ik het zou gaan halen. Maar dat was gewoon in één keer, hup, ertussendoor. Tata. Oeh. Ik ben op het eerste platform. Er kwam confetti uit. Ik vind het helemaal leuk. Oh, die animatie. Dit is echt geweldig. Ik vind het alleen wel echt jammer dat iedereen er precies hetzelfde uitziet. Het is juist leuk als je een andere skin kan uitzoeken. Zoals bijvoorbeeld die roze die ik had gekocht. Maar waar ik helemaal niks mee kan nu op dit moment. Oké, we gaan door. Oh, daar ging die. Woehoe! Jongens, dit is echt heel erg leuk. Ik vind het super schattig. Eén ding wat ik wel heel erg jammer vind, is dat ik eigenlijk, behalve de poppetjes, niet super veel thema vind van Among Us. Ik heb niet het gevoel alsof we in een ruimteschip zitten of zo. Het is natuurlijk nog wel spannend. Van, gaat het je lukken om hier helemaal overheen te lopen? Oeh. Oh. Hoe kom... Oh, hij klimt gewoon. Hij heeft niet eens handjes, maar hij klimt wel omhoog. Het zou nog wel heel erg tof zijn om gewoon taken te kunnen doen of zo. Maar nee, dat kan niet. Of zou hier een imposter kunnen zijn? Oh, man. Dat was gewoon een imposter. Sprong ik nou op die witte? En toen ging het fout. Kijk, hij ging er ook doorheen. We gaan op de rode. Het was oprecht gewoon een imposter tegel. Ik mag geen imposter zeggen, want dat is te Amerikaans voor jullie. Ik moet imposter zeggen. Dus bij deze... Oeh, ik ben er doorheen. Oh, wauw. Wauw, je kan gewoon hier doorheen lopen. Oh, je kan door allebei de muren heen lopen. Oké, wat grappig. Ik dacht misschien moet je een beetje raden van links of rechts of zo. Nou, ik laat hem als eerste... Oeh, yes. Een roze is goed. Welke van de drie? Oh, we gaan gewoon over de blauwe. En nu weer over de blauwe. Oh, oké. Nou, die blauwe moeten we dus... Ah! Verdorie! Oké, als allereerste doen we roze, dan blauw. Twee keer. En dan geel. Yay! Woehee! Ik ga even op zijn hoofd staan. Kan dat? Ik ga... Oh, wow. Het is een lopende band. Dus als je erop staat, dan ga je vanzelf naar voren. Yes! Kijk hoe supergoed. Ik ben helemaal verslaafd. Helemaal verslaafd aan Among Us. En het enige wat ik kan doen is... Het enige wat ik kan doen is aan Among Us denken en video's bekijken en het spel spelen. Jullie vroegen heel veel om weer Roblox spelletjes te spelen. Dus ik heb Among Us ingetypt en toen kwam ik op deze. Yes, het is me gelukt. Oké, ik ga eventjes kijken hoe hij dat gaat doen. Nou, oké. Dus er zitten geen imposter vierkantjes hier zo. Oeh. Dit balkje is heel lastig. Oh my god, dat is... Ik zit gewoon weer naar dat poppetje te kijken. Kijk nou naar zijn billen. Kijk. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo leuk. Ze zijn zo schattig. En... Oeh, hij viel er precies tussendoor. Nee, maar dat gaat mij niet gebeuren. Kijk maar, het lukt me wel. Tata. Oeh, ik vind het helemaal goed. Hoe ver moeten we nog? Wow. Oh, ik wil graag daar naartoe. Dat lijkt me super cool. En dit ook. Dat ziet er ook heel erg gaaf uit. Oké, ik ga gewoon heel... Ah! Wow, jongens. Weet je wat ik zie?
Hier zo links staat een timer en die telt af. Je moet proberen om dus binnen 9 minuten deze hele parcours af te maken. Ik weet niet of me dat gaat lukken. Oh, het wordt steeds moeilijker. Ik moet steeds verder springen. Concentratie. Yes. Oké, we gaan door. Ik ga naar dat platform waar ik heel erg graag naartoe wil. Dat gaat me echt super snel lukken. Kijk maar. Het lukt me binnen 1 minuut. Ik weet het zeker. Ik weet het. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zeg maar wat. Ja. Yes. Hier is het. Kijk, hier was ik best wel benieuwd naar. Naar die schuine platformen. Oeh. Hey, dat ging best wel goed. Haha. Oh, wat zit jij mij nou in te halen, verdorie? Hij gaat ook snel. Kijk dan. Wow, hij doet het echt super goed. Hij wil zeker ook die 9 minuten halen. Maar het zijn inmiddels al geen 9 minuten meer. Het is 8 minuten en 21 seconden. Maar dat is nog redelijk wat tijd. Oké, wat gaan jullie daar nou een beetje sloom zitten te doen? Ik ga lekker door. Ik ben een crewmate. Hard aan het werken. Yeah. Oh nee. Oh nee, daar ging mijn andere crewmate. Of misschien was hij wel een imposter. Een imposter. En yes, weer op het platform. Oh. Leuk, deze schuine dingetjes. Kijken. Nee. Joehoe. Oké. Hey, het gaat echt super goed. Oh my god. Oké. Nou, dat moet ik dus absoluut niet zeggen. Wat is dit nou? Ik zit halverwege op de tijd zo ongeveer. Want volgens mij waren we begonnen met 15 minuten. En ik ben 32% in de progress. Oké, dat is niet goed. Ik zit gewoon veel te aarzelen en zo. Dus ik moet een stukje sneller. Ik spring zo snel ik kan. Kijk, ik haal al mijn Among Us vriendjes in. Oeh, wow. Tot nu toe kies ik echt de goede uit. Oké, net was het roze, blauw. Yes, laatste is geel. Je hebt goed gegokt. Oh, nou. Iedere keer als ik zeg dat het goed gaat, gaat het ineens weer echt super slecht. Ik kan dit wel. Ja, yes. Waarom moet ik nou weer dit hoekje om? Maar zo gaan we toch gewoon weer helemaal terug naar de... Oké, ik snap hem. Oké. Ik dacht dat we misschien, zeg maar, die kant op moesten. Maar nee, we zijn hier. Oh jeetje, dit is lastig. Dit is heel lastig. Ik blijf maar springen. Ja. Ha! Ik zag het niet. Het was allemaal gewoon heel blauw. Kijk, die platformen. Die blenden gewoon in met de hele lucht. Het lukt me wel om er overheen te springen. Kijk mij nou eens gaan. We zijn op 47%. En we hebben nog 4 minuten en 38 seconden. Ik ga super snel. Ik ga springen hoor. Hup, hup. Huh? Yes. Blijven springen. En dan komen we weer op een platform aan dat waarschijnlijk moeilijker gaat worden. Oh, zoals deze. Nog een keertje. Poging nummer 2. En yes. Oké, dat was even concentratie. Oh nee. Nu moeten we over deze dingen heen. Oh, dit is echt lastig. Kijk, de eerste paar zijn nog wel te doen. Maar ja, als je er dan echt heel ver in zit. Oh nee, als het dan nu fout gaat. Als het nu fout gaat, hè. Dan heb ik echt problemen. Want dan moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. Maar daarom gaat het niet fout. Het gaat me gewoon lukken. Kijk maar. Ik heb er nog 1, 2, 3. Yes! Oké. Heel eerlijk gezegd had ik niet echt heel erg veel vertrouwen in mezelf. Ik dacht oprecht dat ik het niet zou halen. Maar het is me gewoon gelukt. En dan gaan we over deze balk heen lopen. Dat zijn voetjes dan gewoon hierop blijven zweven, joh. Dat vind ik nog best wel knap. En over de blokjes heen. Oeh, deze blokjes zijn leuk. Roze. Oh nee. Deze vind ik zo lastig. Dan ga ik de... Zie je? Ik ga de hele tijd de fout erin. Ik vind deze ook helemaal niet leuk om te doen. Vooral omdat het steeds fout gaat. Oh, nu zijn we hier. Oké, dit hebben... Ik wilde dus zeggen, dit hebben we al eerder gedaan. Dat kan ik gewoon makkelijk. Maar ja, dat gebeurde niet helemaal zo als ik had gehoopt. Oh! Als dit een echte Among Us game was... Oh, hij blijft gewoon nog zweven aan het... Oké, superleuk. Maar als dit dus een echte Among Us game was, dan had ik het al lang niet overleefd. Want weet je hoe vaak ik ben gevallen? En we gaan door naar de 60. Yes. Oh my goodness. Ik ben zo goed bezig. We hebben nog maar 2 minuten. Wat is dit nou weer voor iets? 2 minuten. Nee. Gaat het me lukken om hier naar... Ik heb een goal. Gaat het me lukken om 75% te halen binnen die 1 minuut en 21 seconden? Ik denk van wel. Dat is mijn goal. Of dat ook inderdaad zo is. I don't know. Ik heb nog 10% om te gaan. En 1 van deze balkjes is 1%. Dus dan mag ik echt absoluut niet vallen. We hebben nog 60 seconden. En nog 8 van deze platformen te gaan. Oh my goodness. Oké, 68%. Oh my god. Oké, we gaan naar de 69%. Yes. Oh, nee. Dat kan ik me nu niet veroorloven. Ik moet absoluut heel snel door. Ha!
Waarom doe ik dit nou? We gaan naar de 70%. Kom op, we gaan voor de 75. Zo, zo. 28 seconden, jongens. Dit is 71. Ja, 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 ja. Het gaat goed. We komen bij de 72. Dat gaat me lukken. Ja? Oké, kan ik hier op staan? Oh! Ik dacht oprecht dat het een platform was. We zijn bij de 73% en 5 seconden. Oh, nee, nee, nee. 2 seconden. Ik heb nu 74%. Ah, oh, verdorie. Oké, het is net niet gelukt. Maar ik heb wel heel erg mijn best gedaan. Ik vond eigenlijk dat ik het redelijk goed heb gedaan. Dus een mini schouderklopje. Ja, nu heb ik natuurlijk wel tijd zat, hè. Maar deze zijn best wel makkelijk. Dus ik spring er gewoon overheen. En we gaan door naar de volgende. Misschien als ik het nog een keertje probeer dat ik dan veel sneller ben. Je weet het niet. Dan weet je precies wat je moet doen. Oh. Ik weet niet waarom dit zo moeilijk is, omdat al deze kleuren een beetje op elkaar lijken. Samen met het poppetje! Nee! Oh, ik was er bijna. Ik was zo ver. We zitten... Oh my... Focus, Jamila. Je kan het. Zo. En... Oh, nee, nee, nee! Ik doe echt mijn best. Ik probeer het. Ik probeer... Want dit gaat helemaal nergens naartoe. Oh jeetje. Oh, ik laat hem maar eventjes... Als hij het kan, dan kan ik het ook. Oh! Kijk nou! Hij zit daar gewoon vrolijk te springen, alsof het geen moeite is. Oh my god. Ja? 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 Nee! Laatste platform. Concentratie. En... Yes! Het is me gelukt. I did it. Oeh, oh, kijk. Dat is het einde. We moeten nog even een klein stukje, maar het einde is in zicht. Ja, kijk nou eens eventjes. Kijk nou. Daar gaat ze hoor, Jamila. En yes, ze springt over naar dit platform en dat platform en schuin. En ze blijft gewoon recht lopen. Ook al is het echt een super schuin platform. Jongens, we zitten al op de 93%. Ik ben zo trots op mezelf. Behalve dat er één level is dat een beetje moeilijk was, gaat het eigenlijk heel erg goed. Daarbij heb ik nog zat tijd over, zoals je kunt zien. En zijn we er bijna. 97%. Kom op. Gaat het me lukken om nu naar de 100% te komen zonder dat ik ook maar ergens ga vallen? Ik ga hier echt heel erg voor mijn best doen. Oh, dat is lastig. Ik kan het niet zo goed zien. Ah! Ik doe het echt niet expres hoor, jongens. Het is gewoon... Ik wil het echt heel graag. En dan word ik gewoon te zelfverzekerd. En dan gaat het helemaal de fout in. Oh, gelukkig. Ik was niet de enige. Daar viel iemand anders. Oh, nee. Nee. Niet dit platform weer. Yes! Ja! Yeah! Woehoe! Wat gebeurt er? Nee! Ik wilde op het speelveld spelen. Dat is niet eerlijk. En nou gooit hij me ineens naar een TikTok-obby. Jongens, heb ik... Nou ja zeg, dat is niet eerlijk. Ik wilde gewoon kunnen genieten van het eind. Maar ondertussen kunnen we wel vieren dat we de Among Us-obby gewoon wel hebben gehaald. Yes! Als je dit gedeelte ziet, dan betekent het dat je de video helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar welk spel ik de volgende keer zal moeten spelen. Heb je een leuke suggestie? Laat het me dan zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!